De uitslagen van het examen op VOS-niveau zijn binnen. Althans, een deel van de uitslag. Op de VWO-scholen is het slagingspercentage dit jaar met 10% gestegen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geeft aan dat er twee momenten zijn gekozen voor het eindexamen. Het eerste deel is van particuliere scholen die normaal les hebben gevolgd tijdens de lockdown. Het vorige schooljaar slaagde 72,3% van de leerlingen meteen. Dit jaar behaalde 82,6% meteen de eindstreep. Dit resultaat is voor de eerste ronde. Het avond-VWO, de AMS, Henry Hassan Khan Scholengemeenschap en de scholengemeenschappen Senaten Darm en Tamarejo hebben 100% geslaagde. De HAVO-scholen hebben een daling van 8% in hun resultaten. Van HAVO 3, HAVO 4 en de scholengemeenschappen Kwata en Maho hebben alle kandidaten de eindstreep behaald. Het vorige schooljaar ronden 71,6% van de leerlingen de opleiding meteen af. Dit jaar is het 63,6% van de leerlingen gelukt meteen te slagen. Bij de pedagogische instellingen is de helft van de examenkandidaten geslaagd. De uitslag van de tweede groep van VOS-studenten bij de openbare scholen wordt verwacht op 26 augustus. Dan wordt er een landelijke uitslag op VOS-niveau berekend, meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.